Hallo allemaal, mijn naam is Tim en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Minecraft Survival aflevering. Nu hebben wij de vorige keer een plekje gezocht in de wereld en zijn we deze Philis tegengekomen. Nu zie ik dat het buiten alweer nacht is en gaan we meteen even slapen. En dan zal ik ook even uit gaan leggen wat we deze aflevering gaan doen. Want nu was mijn idee om deze aflevering gewoon een huisje te maken en niet in dit huis blijven. Want ja, weet je, dit is toch een beetje van de village en dan ga ik niet inlopen kloten. Dat laat ik gewoon lekker zo. Maar meer gewoon een eigen huisje maken. Dus wat we daarvoor nodig zullen hebben is hout. En natuurlijk een beetje steen en glas eigenlijk allemaal. En nu zie ik alweer dat deze village buiten is. Nou, dat is op zich niet heel erg. Die mag dan wel buiten blijven. Hallo. Nee, kijk. En waarom hij nu nog nee schudt als ik rechter muisknop klik, is omdat hij nog geen werk heeft. Want deze village is zeg maar gewoon werkloos. Dus dat maakt op zich niet uit als ik later, als we wat verder zijn met de aflevering, als ik daar dan zo'n workbench neerzet voor hem, dan krijgt hij een baan en dan kan je zeg maar wel met hem ruilen. Nou, hetzelfde geldt voor die villager. Maar nee, wat ik dus ga doen met jullie, even kijken waar ik ook weer mijn spullen had gelaten. Want het is al een tijdje geleden dat ik Minecraft heb opgestart sinds de vorige aflevering. Kijk, we hebben nog iron. Dan gaan we even een pijltje maken. En dan gaan we even het hout verzamelen. Om een huisje te maken. En dat is toch altijd wel nodig. Oh, kijk. Deze village staat er nog. Nou ja, hij staat er wel prima. Maar dan gaan we wat boompjes kappen. En als ik dat heb gedaan, dan gaan we even een plekje zoeken waar we de verdeling neer gaan zetten. Moet je dit trouwens ook zien, man. Super veel schapen hier. Paarden, maar daar hebben we nu op zich nog niks aan. En die schapen kunnen op zich wel wat mee. Daar kunnen we wel een soort alvast farmpje maken voor vlees. Maar voor de rest, hebben we nog weinig aan. Zo, even kijken. Ik heb 37 hout en dat zal in het begin vast wel even genoeg zijn. Puur om even de palen neer te zetten. Even kijken. Het is wel echt, ik vind het niet echt een heel mooi dorp. Maar op zich maakt dat niet uit. Daarachter is ook nog wel wat. Maar ik denk dat ik hier gewoon mijn huisje neer ga ploffen. Dit is wel wat dichter bij het dorp, is misschien wel leuk. Ja, dan gaan we hier lekker een huisje bouwen. Dan gaan we dit even allemaal aan de kant doen. En dan gaan we even de palen neerzetten. En ik denk dat het gewoon even lekker een simpel huisje wordt. Met allemaal 5 hoog. Dan ga ik hier nog een... dit pilaar ga ik er maken en dan nog 3 andere pilaren. Zo, nu hebben we overal 3 pilaren staan. En zijn deze recht tegenover elkaar? Ja, nou kijk, dat klopt ook nog allemaal. Dus dat is helemaal mooi. Even kijken. Dan wil ik nu eigenlijk wat steen gebruiken. Of wat steen halen eigenlijk. En dat wil ik dan gebruiken voor de muren. En in combinatie met het hout. Ja, en zand. Dan kan ik eerst wel even wat zand gaan scheppen. Dat gooi ik dan in de oven. En dan ga ik ook even wat steen halen in de grotten. En dan zou het helemaal goed moeten komen. Een beetje dezelfde stijl als dit wil ik ongeveer wel doen. Maar wel iets mooier. Iets luxer ook. Want we hebben natuurlijk voldoende ruimte nodig. Ook voor alle chest en voor al die heuten met teut. Maar dat zal natuurlijk wel goed komen. Even kijken. De cave maak ik mooi hier beneden. Dat is mooi veilig. En ik heb nog geen caves nodig voor iron of goud of diamanten. Dat heb ik allemaal nog niet nodig. Gewoon alleen even wat steen. Het enige wat ik vind is... Hoe heet het spul ook weer? Diorite? Ja, alleen maar diorite. Op zich is het wel een leuke toevoeging, vind ik, met die verschillende stenen. Maar meestal heb ik het niet nodig. Ik gebruik het gewoon... Eigenlijk gebruik ik gewoon alleen cobblestone of steen of stone bricks gebruik ik ook nog wel veel. Maar voor de rest valt het eigenlijk allemaal wel mee. Maar dan gaan we dit even uitgraven en dan hebben we hier ook een soort van opslagkamer alvast. Dus dan zijn we multifunctioneel bezig en dat is natuurlijk hartstikke handig. En hoe heet dit spul? Andesite. Heb je dus ook diorite, andesite en... Granite dacht ik dat er allemaal is voor nieuwe stenen. Nou, ik heb een stekje cobblestone. Dat zal in het begin vast wel even genoeg zijn. Want anders zit ik ook weer urenlang in die grot te graven. Nou, daar heb ik natuurlijk ook niet echt zin in. Maar dan kunnen we even kijken. En uiteindelijk kan ik ook wel gewoon even offscreen misschien wel heel veel verzamelen. En dan moeten jullie mij maar geloven dat ik dat niet incheat. Maar ik weet niet, cheaten en Minecraft of cheaten in het algemeen bij games... Ik weet niet echt wat ik daarvan vind. Ik bedoel, ik snap het soms wel hoor. En ik heb het vroeger toen ik klein was. Nou, nu ben ik 20 jaar oud. En is dat niet heel erg heel oud. Maar ik heb het vroeger ook wel eens gedaan hoor. Bij GTA sowieso. Dat weet ik nog wel. Dat was bij GTA San Andreas. Toen, dat was nog op de PlayStation 2. En dat speelde ik vroeger heel veel met mijn broer. En toen had je nog niet echt dat je zeg maar zo in-game kon cheaten. Zeg maar met cheats of iets. Dat bestond zeg maar allemaal nog niet.
Oh ja, mijn game naam is trouwens X-Legend Zillion. Er zit ook een heel lang verhaal achter, maar dat leg ik allemaal nog wel een keer uit. Maar toen moest je via internet moest je dan cheatcodes opzoeken voor het spel. En toen moest je door middel van je controller moest je die cheatcodes invullen in GTA San Andreas. En dan moest je dus springen en kruisje en cirkeltje, zeg maar, moest je allemaal intoetsen. En toen had ik hele papieren altijd thuis liggen met al die codes. Die had ik dan allemaal van het internet afgehaald en allemaal opgeschreven samen met mijn broer. Nou, ik denk dat we wel 4 of 5 papieren vol hadden met allemaal cheats. En dat was cheats met oneindig geld of alle wapens of alle auto's, zeg maar. Maar eigenlijk doe ik dat nu nooit. You can only sleep at night and during thunderstorms. Oh, ik dacht dat het al avond werd, maar... Nee, maar weet je, cheats kunnen het spel ook wel heel leuk maken. Zoals met Minecraft, weet je wel, als ik mezelf nu diamonds in ga spannen of een beacon, zeg maar, van de Wither. Ja, ik weet niet, dat is allemaal niet echt fair. En dat houdt ook wel een beetje het effect van Minecraft af, vind ik hoor. Want ik bedoel, ja, Minecraft staat er toch een beetje bekend omdat dat je moeite moet doen voor je spullen. En dat is natuurlijk ook wel een beetje het doel van survival. Ik bedoel, anders zou ik wel creative kunnen doen. Maar dat doen we niet. En ik ben ook heel benieuwd hoe dit huisje eruit gaat zien uiteindelijk. Maar dat komt vast wel helemaal goed. Even kijken, hoe gaan we dit doen? Ik denk zoiets. Zo is het mooi, wat hebben ze daar ook? Ook van die halve logs. Even kijken, dan had ik als idee... Om dan zo. Kijk, dit komt precies mooi uit. En dan zouden we hier tussen nog ramen kunnen doen van die planes. En dan doen we in ieder geval aan alle hoeken even deze planken. Maar als dit allemaal ramen is, is het ook wel een beetje lelijk, denk ik. Dus dan doen we hier 1 raam. Zo, dan doen we dit allemaal dicht. Dan hebben we ook nog genoeg om gewoon lekker te bouwen. Hier doen we dan... Ah, hier mag wel wat meer. Dan doen we zo. Ja, dit is wel prima. En... in de vorige aflevering heb ik ook gezegd dat ik wel op zich wel redelijk kan bouwen. En dat is meer met redstone en met zeg maar soort fabrieken en zo. In huizen heb ik me nooit echt verdiept. Dat komt eigenlijk omdat als ik Minecraft speel dat ik nooit eigenlijk echt een huis bouw in Minecraft. Dan had ik had een paar van mijn oude werelden had ik nog teruggekeken. Ook met de huizen die ik had gebouwd. Maar dat doe ik eigenlijk nooit. Ik bouw meestal gewoon fabrieken of hele grote platforms met allemaal redstone-achtige dingen daarop. Maar nooit echt een mooi dorpje. Maar op zich zouden we dat hier ook nog wel, ook wel kunnen maken. Gewoon met zo'n hele muur eromheen. En dan ergens achter, daarachter. Of het kan overal zijn natuurlijk. Midden in de woestijn. Zouden we dan een fabriek kunnen maken met allemaal redstone apparaten. Dus dan ga ik ook even kijken wat er aan deze kant allemaal te vinden is. En dat is eigenlijk wel allemaal desert. En dat is goed, er zit hier nog een villager in. Ja, kijk, die zit nog opgesloten. Wil je eruit, jongen? Er moet nog heel veel wachten. Ja, ik zie wel... Het is voornamelijk allemaal woestijn, maar dat is op zich niet erg. We hebben in ieder geval glas genoeg. En daar lopen nog twee boeren. Twee flitjeboeren. Nou, dat komt ook helemaal goed. Even kijken, wat ik dan nu ga doen is even wat zand halen. En dat zand kunnen we dan mooi omsmelten voor glas. En dan hebben we ook al... Dan hebben we het huis al bijna weer af. En het is allemaal even lekker simpel, want het hoeft allemaal niet zo moeilijk. Kan nu allemaal gewoon nog even snel. En dan kunnen we zo snel mogelijk eigenlijk iron gaan verzamelen en de caves in. En dat we dan juist die fabriek gaan maken. Want daar wil ik zeg maar wel veel tijd in investeren. En uiteindelijk een mooi huis en zo, dat komt allemaal wel. Maar dan had ik nog een vraag aan jullie. En is cheaten jullie veel in game zeg maar, zoals bij Minecraft? Stel je voor, er komt een creeper naast je en je hebt net 40 diamonds zeg maar, gehakt in een cave. En dat is natuurlijk super fijn. Maar als die creeper jou dan dood, hè, stel je voor je hebt geen armor aan, zou je dan alles terugcheaten? Ik vind het altijd wel een beetje een lastige vraag om te beantwoorden. Want ja, ik wil dat eigenlijk nooit doen. Want ja, hè, het is pech. En ik heb dan, om het zo maar even te zeggen, ik heb dan gefaald. Even pad mooi maken. Ik heb dan gefaald, zeg maar, want ik heb niet goed opgelet. Maar ja, om dan 40 diamonds kwijt te raken door zo'n creeper... Dat vind ik dan ook wel weer stom. Maar laat me even weten wat jullie daarvan vinden. Daar ben ik wel echt benieuwd naar. Even kijken. Dan gaan we het glas even smelten. En als je dit zo pakt. Als je gewoon een item pakt. En je houdt linker muisknop vast. Dan wordt het dus eerlijk verspreid over alle vakjes. En als je met rechter muisknop doet is het overal 1. Dan doe ik even met linker muisknop dit. En dan rechter muisknop op een stack. Dan wordt het door 2 gesplitst. Kijk, en dan gaat het nu overal mooi de ovens in. Dus daar ga ik even op wachten. En wat ik ondertussen kan doen is nog wel iets meer cobblestone hakken. Dat zullen we uiteindelijk allemaal nodig hebben. Dus dan kunnen we een mooi beginnetje maken. Dat hoeven jullie niet te zien. Maar dan zien jullie mij zo weer terug. En ik had ook nog wel een ideetje. Misschien met die polished andesite. Als je 4 van die andesite in een vakje doet zo, krijg je een polished andesite. En ik dacht, daar kunnen we misschien wel een dak mee maken. Of juist met
deze. Even kijken wat er vet uitziet. Oeh, dit ziet er wel mooi uit. Dan ga ik dit ook even wat verzamelen. Nou, even kijken wat we in totaal hebben. Ik heb er nog 32 bijgehakt. Een totaal van 36. Dat zou in het begin echt wel even genoeg zijn. Kijk, dat glas is ook lekker aan het koken geweest. Dus dat is helemaal prima. Dan maak ik nog even een crafting table en die neem ik ook meteen mee. Dat zullen we toch nodig hebben in ons huis. Kijk, prachthuis. Hallo. Ja, eigenlijk wil ik die nog even opsluiten. Wat ik de vorige video ook heb gezegd, dat is echt die moeder het bijna wil doen. Kijk, perfect. Dat scheelt je zo erg, joh. Als die zombies alle je villages dood hebben gemaakt, is echt niet tof. Oh, nou, dat is lekker dan. Even kijken, kan dit er allemaal in? Ik kan ook voor kiezen om plates erin te doen, maar ik vind blokken vind ik gewoon net iets fijner. En ook gewoon net iets mooier eruit zien. Gewoon volle blokken glas. Dus vandaar dat ik het even erin doe. Ja, hier kan ook nog wel glas. Mooi. Nou, dan hebben we nog een vloer nodig, waar ik ook even mee ga beginnen. En dan maken we eerst even een schep. Dat zou ik ook van iron kunnen maken, maar met steen gaat het wel snel genoeg. En zo, even kijken. Dan hebben we nu dit allemaal eruit gehaald. En dan gaan we even een mooi vloertje erin leggen. En dan hopelijk wordt het allemaal mooi. En dan kunnen we even wat kisten erin plaatsen en uiteindelijk alle oventjes en zo. En dan kunnen we natuurlijk echt een beetje gaan beginnen met het verzamelen van spullen. Want als je geen plek hebt om op te bergen, dat is ook vervelend. En volgens mij kom ik er eentje tekort. Maar wat ik dan even ga doen, is dit. Nu zie je er niks meer van. Maar misschien als ik later even wat hout verzamel, ik prop er even wel een cobblestone in. Uiteindelijk zou je het niet zien, maar het is toch een beter gevoel. Even kijken, plaatsen we nog wat fakkeltjes. Zo, overal. Dan moet dit allemaal wel goed zijn. Ja, hier of niks. En dan moeten we nog een dak. En wat ik voor het dak had bedacht is dit spul. Polished diorite. En dan maken we even een plat dak. Maar wel eentje omhoog. Dat ziet er toch wat mooier uit. En ik kom er ook nu achter dat ik veel tekort heb. Maar dan gaan we even wat hakken. En dan gaan we zo meteen het dak weer afmaken. Even kijken. Ik heb er nog 12 gevonden. En ik denk niet. Nee, dat is bij lange na niet genoeg. Maar op zich maakt het niet uit. Als ik hier dan nog 1, 2, 3, 4 erbij maak, kunnen we hier wel iets van glas maken. Want glas heb ik nog wel genoeg. Kijk, dan is aan alle tweede kant is het gewoon 2, dus dan ziet het ook wel een beetje egaal uit. Dus dan gaan we nog even wat glas pakken. Zo, kijk, dit is al beter. Oh, deze rij moet ook nog. Dan heb ik hier eigenlijk nog 4 stukjes voor nodig. Maar wat ik dan ga doen, aangezien ik even geen zin heb om weer die diorite te gaan halen. Of diorite, wat was het? Ja, diorite, doen we even dit. Zo, dit er langs. Kijk, en nu ziet het er op zich wel prima uit. Dan doe ik ook even wat fakkeltjes op het dak, zodat er geen mobs op kunnen spawnen. En dan is dit al helemaal prima. En mocht je dit nou hebben, die pilaren in je wereld, omdat je ergens naar boven moet, haal het ook altijd even weg. Dat ziet er gewoon zoveel mooier uit. Kijk, nou, dit is al prima. En dan hebben we nog even een deurtje nodig. En dat hout ligt volgens mij nog binnen, dus dan moet ik weer lekker even heen en weer lopen. Maar dan neem ik meteen wel even de kisten mee. Zo, dit kan allemaal mee. Hebben we allemaal niet meer nodig hier. De kist die blijft nog even staan, denk ik. Want ik heb daar nog geen andere kist en ik heb geen hout meer. Dus dan moet ik zo meteen ook weer hout hakken. En zo blijf je eigenlijk altijd een beetje bezig met Minecraft. Je hebt altijd wel spullen tekort of je wil weer een nieuw projectje bouwen. En heb je allemaal weer veel meer spullen nodig. Dus uiteindelijk komt het wel goed. En dan ga ik even het huisje inrichten. En dan hebben we alweer, zijn we alweer flinks wat opgeschoten deze aflevering. We hebben in ieder geval een mooi huisje neergezet. En nou, hebben we het ook al ingericht. Dus dat is helemaal prima. Even kijken, nog wat meer hout. En de furnace en de crafting table. En even wat eten nog erbij. We hebben alweer honger. Gaat ook zo rap, gaat dat. Even kijken, nou, dit is prima. Doen we dit even zo. Dan hebben we hier mooi allemaal steen in de ovens. En dan maken we nog even een deurtje. Volgens mij krijgen we er 3. Ja. Waarschijnlijk die andere 2 ga ik waarschijnlijk eigenlijk nooit gebruiken. Die blijven voor de rest van mijn leven in een kist zitten, denk ik. Maar ja, dat maakt zich niet uit. Maak van de rest even chest. Dus ook een handige tip. Stel je voor, je hebt heel veel hout en je wilt het met linker muisknop doen overal. Maar 5 vind je net iets te veel. Dan kan je net zo goed 1 vakje 4 laten. Als ik nu shift klik, kijk, dan maak ik er maar 4. Dus dat is wel chill. Dan hoef je niet meteen verplicht 5 te maken. Even kijken, en de chest doe ik hier allemaal. Zo, kijk, het is helemaal prima. En dan ga ik even alle spulletjes overzetten van het oude huis naar het nieuwe huis. Zo, en de bedden neem ik ook mee. Die stel ik even mooi. We hebben in ieder geval genoeg bedden thuis. In ons mooie nieuw huis. En dan neem ik hier afscheid van. De kist kan ook mee. Nou, kijk, het wordt ook alweer nacht. Alles goed getimed. Helemaal prima. Dan gaan we zo snel slapen. Even kijken. Kwak ik hier wel 3 bedjes neer. Helemaal prima. Zo, en dat is het laatste. Ik heb de chest even gesorteerd. En ik heb hier zeg maar alle spullen in die dat geen blokken zijn. Gewoon allemaal items. Zoals carrots en potatoes en de rest allemaal. En in mijn linkerkist heb ik gewoon alle blokken staan. Dus dan houden we het ook netjes. En dan weet je altijd iets te vinden.
Dus nee, ik vind het wel prima. Het is ook nacht, dus we kunnen gaan slapen voordat de zombies komen. En dan wil ik eigenlijk even de cave in voor spulletjes, voor meer iron en alles. Dus dan pak ik even een pickaxe en een zwaardje. En even een nieuwe pickaxe en een nieuwe zwaard is wel zo handig. Even kijken, en dan pak ik ook nog wat torches en nog wat vlees. En dan zijn we, als het goed is, klaar om te beginnen. Hé, hey, kijk eens. Oh, dat is nieuw. Die is binnengelopen, denk ik. Ik heb alleen niks gehoord, maar dat is niet erg. Dan laten we deze even lekker binnen. Altijd welkom natuurlijk. Hè, vriend? Wat is dit? Oh, potatoes en beetroot. Hebben we nog niet echt nodig, maar dat komt allemaal nog wel. Dan gaan we de volgende aflevering de cave in. En dan zou ik zeggen, bedankt allemaal voor het kijken. En graag tot de volgende video. Doei doei!